Gerrit, hoe gaat het nou? Hallo. 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 Tom is naar de kapper geweest. Het is weer een nieuwe week begonnen. De stem is nog steeds niet zo fijn. Nog steeds heel verkouden. Maar we gaan naar... Jouw. En eerst naar Almere om Yvette op te halen. Nieuwe vriend. You don't have to be rich to be my girl. You don't have to be cool to rule my world. Hallo. Goedemiddag. Hallo. Wat doe jij in de dameskleedkamer? Dit is ook heel charmant, moet je kijken. Sjaal, waar ga je met Emma naartoe? Iets, die snoepjes? Ja, ik voel het wel. We hebben snoepjes van Willem gekregen, wat goed is voor je keel. En onze monden staan in brand. Een soort verlammend gevoel. Ja. Wat heb je gekocht? Wat doen we als we zijn? Money. Ja. Ja, zelfs... Oh jee, deze dingen. Oh, wat geweldig. Oh jongen, hoe krijg je het bedacht? De ene herinnering wel, ene dan even. Supercool. De jang maken. Echt te gek, hè? Echt leuk. Hier, Roland, je telefoon. Ja. Ring, ring. Ik had bij deze snoepjes echt dat ik dacht... Ja, het helemaal, was heel kruidig en toen ook nog mijn keel ging helemaal dik worden. Verdovend. Oh, ja. Nee. Ja, het ja, was een beetje... verdovend. Ja. Tom, moet je wat drinken? Nee, bedankt. Jur. Waarom moest je de tweede keer dat doen? Nee, er was ook iets met school of iets. Gewoon heel kruidig. Echt binnen. Jur, hoe lang... Dat vind ik zo kruidzaker. Nooit meer. Hallo. Hoe lang ben je gestopt, Jur? Een maand nu. Hey, knap hoor. En jij, Tom? Ik, dat zeg ik niet. Een half uurtje. Ja. De kijkers en ik zijn hartstikke trots op je. Oh, dat is fijn. En om hem nog meer te supporten, moeten ze allemaal een comment met een duimpje omhoog. Stuur een berichtje naar 06. Ik zeg altijd, Jur! Dat zeg ik super vaak, ja. Yeah. Ja. Nog een keer? Ja. Met z'n allen! Ja! Jongens, succes! Ik kan het, jongens. Ja. Succes! 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 Dat was namelijk. Weet je dat, Willem? Wat? Is dat hij niet reageert? Ja, hij reageert wel. It's the final countdown! Are we there? Ja, fijn. Wow. Ladies and gentlemen. Kom
ga even laten zien waar onze kleedkamer is. Ik ga je de trap afdonderen. Jeetje, nou ik moet dit wel even... Kom maar, ik kan wel even vragen. Oh my god. Waar gaan we heen? Waar gaan we heen? Nou, dit is onze kleedkamer voor vandaag. Nou, dit is genoeg drinken. Nou, en hier, dit is, hier kunnen we dus eventjes gaan make-uppen. Een beetje improviseren hier. Hey Emma. Dat zie je er pamantig uit. En hier zien wij de Emma in haar natuurlijke habitat. Zo mooi hè, zo. Dus ik zou gewoon niks meer doen. Er kwam net een vrouw uit de keuken. Oh, oh, alles moet weg, alles moet weg. We zitten dus in een kelder. Waar dus ook heel alle voorraden staan, zeg maar. En, maar hier is dus, zeg maar, een vriezer. Maar we moeten ook onze spullen kwijt. En we hebben geen tafel, dus doen we dat hier op. Maar dan... Het is voor hen een beetje irritant, omdat wij onze spullen de hele tijd opzetten. Maar ja, we hebben geen tafel. Tokies! Oh, ik ben echt zo... Ik ben echt een Indiaan, vind je nu. Ja, tata, ja. Tom, Tom, Tom! Yes, yes! Go, Tommy! Ja? Winner takes it all! Oké. Ik heb geen stem meer over. Blijkbaar geen pet, ik nog even. Ja, erop. Even een verfrissing. Dat geeft het niks. Kijk. Kom, ik sta in Fletcher Sluis. En Fletcher in De Lutte. Ja, maar ze zien dit al als we daar geweest zijn. Dus we moeten nu reclame maken voor... Over ja, eigenlijk gewoon... Kom naar Liechtenstein in 2022. Ja, dat is bij jou. Of naar Moskou, 14 februari. Nou, ik ben aardig hersteld van mijn verkoudheid. Maar de R zit echt in de maand, want op dit moment is Yvette dus heel erg verkouden. Dus ik ben bang dat in deze vlog heel veel gehoest wordt. We gaan naar Sluis in Zeeland. Dat is voor iedereen best wel ver. Dus wij gaan samen reizen, Tom, ik en Yvette. Vanaf Etten-Leur gaan we dan gezellig samen rijden. Nou, we gaan gezellig bij mij in de Twingo, dus dat wordt passen en meten. Hallo Rio! Hallo Rio! Kom maar gezellig bij! Ik hoop dat je een beetje chill kan zitten in de auto. Zeker joh, ik ben al lang bij. Je kan ook nog wat naar voren eventueel. Nee hoor, ik kan niet. Sorry, ik had het vorige week en nu heeft hij vet het. Ja. Volgende week ben ik. Ja. Nou, let's go. Niet over Antwerpen. Nee, we gaan niet over Antwerpen. Nou lieve mensen, we zitten in de tunnel, we hebben net tol betaald. En ja, weet je wat wij moeten? Plassen. Plassen. En we zijn net langs 14 verschillende tankstations gereden. Dus ik dacht, er komt er nog wel één. Maar nee. Nou, maar nee. In Zeeland doen ze niet aan plassen, denk ik. Nee, akelig hè, dus we gaan nu op zoek. A few moments later. Tom is op dit moment aan het wild plassen. We gaan natuurlijk niet filmen. Maar de nood was zo hoog en dat heb je als je, nou, hij zit denk ik al 3,5 uur in de auto. Dus ja, dan moet je toch wel eens een keer. En je zult net zien, dan moet je plassen en dan is er gewoon totaal geen
hoe heet het, tankstation in de buurt. En nou zijn we in Zeeland. En in Zeeland hebben ze gewoon geen tankstations. Nou, de nood was erg hoog. Hij staat er nog steeds. Er komt hij. Kijk, hier heeft hij geplast. Voor de mensen die dit herkennen. Ik doe nog een booby trap hier, want er zit hier een hele grote honden erop. Oh. Kijk. Oh ja. Ja, oh, zie je dat? De nood was erg hoog, Tom. Ja. Jij hebt nu alleen nog mijn ogen. Ja, onverwend. Ze zijn heel sportief. Zo, turbo. We hebben twee pasjes, of niet? Wij nemen deze. Doei, Tom. Helemaal trillen, hè? Oh, nu is hij groen. Ah, ik snap hem. Kijk. Jarig, hè? Ja, hij is vandaag jarig, dames en heren. Hoe is het? Ja, goed. Helemaal. Ja. Helemaal eind gereden. Maar het is wel... Ja, een eind, hè? Het is hier wel heel mooi. Heb je er ook weer zin in? Ja, zeker. Altijd weer, hè? Maar het is wel een eindje rijden vandaag. Nou. Zo. Dat was het einde van de wereld. Nou, hè? Zo voelt het wel. Ik zag trouwens het bordje België, dus we zijn bijna in België. En die kant op. Zeeland. Helemaal naar beneden, zeg maar. Ja, en de hemelsbreedte staat ongeveer 325 kilometer uit elkaar. Ja. Het is, En je ziet er nog zo fris en fruitig uit. Ja, maar dat komt dat ik altijd mijn huid insmeer met citroensap en meloen. En dat werkt heel goed. Oké, nou. Eigenlijk ben ik al 83, maar dat zie je niet. Nee, moet ik ook maar eens proberen. Dit is de locatie. Kijk, Yvette staat wel lekker te bubbelen. Zware nacht gehad, Jasper. Nee, na je verjaardag. Ja, een beetje. Allemaal op Roland. Oh. Tom, ik ga even gezellig doen. Wat is het voor ijs? Tom. Meloen. Het is meloen, ijs, limoen, ijs. Wel een beetje gezond eten, hè? Lekker fruit. Oh, lekker. Oh, oké. Okay. Fruit. Oh. Neem een plaats. Even voor de kijkers, even nog even voorstellen. Oh, is dit aan het vloggen? Ja, de vlog van jij, wie je nou bent. Ja. Oh, ik ben Angelie, de vriendin van Jasper, de geluidsman. De vrouw toch? Sterkte daar. Vrouw van Jasper toch? Hebben we een beetje zin in, jongens? Wat is onze Jel? Ja. Jel! Jel. Jel. Jazeker. Wij vloggen de eerste stap naar de... Yes. Ready for rumble. Yes!
Willem, even stil, want we gaan de vlog afsluiten. Wat wil jij zeggen tegen de kijkers, Roland? Niks. Niks? Nou, dat is lekker makkelijk. Ik ook. Ja, precies. Je moet zeggen abonneer, duimpje omhoog. En in de comments, als je nog vragen hebt of zo. Abonneren kan altijd, dat is gratis, dames en heren. Maar we willen dus in ieder geval zeggen bedankt voor het kijken van de vlog. En over 2 weken is er alweer een nieuwe vlog. Dus zo snel gaat het, hè? Doei! No more. I have a ball.